Heb je ooit zonnebloemkiemgroenten geprobeerd? Ik kan het echt aanraden. Zonnebloemkiemgroenten zijn wat groter en hebben meer bite dan vele andere kiemgroenten. Je kunt heel makkelijk binnen thuis kweken en binnen 10 tot 14 dagen kun je al van oogsten. Ik laat je zien hoe je dit stap voor stap kunt kweken. Welke zaden kun je hiervoor gebruiken? Er zijn heel veel verschillende zonnebloemen, van gigantische grote zonnebloemen tot wat kleinere varianten. Ze zijn allemaal eetbaar, maar ze zijn niet allemaal even lekker of geschikt om als kiemgroenten te gebruiken. Voor het kweken van kiemgroenten kun je het beste deze kleinere zwarte variant gebruiken. De pitten van deze soort is wat donkerder en wat kleiner dan de normale zonnebloemenpitten. Deze soort wordt ook gebruikt om olie van uit te persen. Omdat ze kleiner zijn, passen er meer op een schaal, waardoor je uiteindelijk meer kiemgroenten gaat krijgen. De schil hiervan is ook wat dunner, waardoor het sneller zal kiemen. Maar het allerbelangrijkste vind ik de smaak. Deze zwarte oliezonnebloempitten bevatten een hogere gehalte vet. Dit geeft de kiemgroenten dat romige smaak. Dit komt heel erg uit als je het kort gaat roerbakken. Beneden vind je een link waar je de zaden kunt kopen. Gebruik alsjeblieft geen zonnebloemzaden die verkocht wordt als vogelvoer. De chemische standaard voor vogelvoer is wat lager, dat gehanteerd moet worden voor menselijke consumptie. Wat heb je nodig? Er zijn twee methodes om kiemgroenten te kweken, met grond of zonder grond. Voor de methode met grond heb je alleen maar een schaal nodig van minimaal 5 cm diep. En wat potgrond heb je nodig? Deze methode heeft niet mijn voorkeur, want binnen wordt het wat viezer en de kiemgroenten worden ook wat viezer. Maar wil je meer over lezen, dan kun je dat vinden op mijn website. Ik zet de link hier beneden. In deze video laat ik je zien hoe je zonnebloemkiemgroenten kunt kweken met alleen water. Voor deze methode heb je twee schalen nodig. Eentje met gaten aan de onderkant, zodat het water eruit kan stromen. En een bak om dit op te vangen. Verder heb je een paar keukendoeken of theedoeken nodig om het af te dekken. En zonnebloempitten natuurlijk. Heb je geen speciale bakken voor kiemgroenten, wees dan creatief met wat je in huis kunt vinden. Ik gebruik zelf een oude magnetronbak en een soort vergietmandje. En de gaten van je eerste bak misschien te groot voor de zonnebloempitten, dat ze er doorheen vallen. Dan kun je ook een stukje keukenpapier hier bovenop zetten. Oké, laten we gaan kweken. Voordat we gaan beginnen moeten we wel weten hoeveel zaden we nodig hebben. Jouw opkweekbak heeft een andere grootte dan die van mij, dus het zal anders zijn voor iedereen. Om dit te meten doe ik een laagje zonnebloempitten op de schaal. Zorg ervoor dat er maar één laag erop zit en dat de zaden elkaar niet opstapelen. Het mag iets minder zijn, want de zaden gaan nog een beetje uitzetten. Doe de zaden vervolgens in een kom en laat de zaden 3 tot 6 uur weken in water. Als de 6 uur voorbij zijn, dan gooi je het water weg en doe je de zaden op de bovenste schaal. Verspreid de zaden en bedek het vervolgens met een keukendoek zodat het donker blijft. De eerste 3 dagen moet je de zaden minimaal 2 keer per dag afspoelen met water. Ik doe dat bijvoorbeeld 's ochtends en 's avonds. Als het kan, probeer het vaker te doen. Dit voorkomt dat de zaden gaan schimmelen. Na het afspoelen bedek je de zaden weer met een keukendoek, zodat het donker blijft. Als de zaden een kiem zijn, is de kans op schimmelvorming veel minder. Dan hoef je de zaden ook minder vaak af te spoelen. Ik ga dan van 3 naar 2 keer per dag afspoelen. Dit is meestal rond de 4e en 5e dag. Als de wortels lang genoeg zijn, dit is vaak rond de 6e tot 8e dag, dan hoef je de zaden niet meer af te spoelen, maar kun je gewoon water geven aan de onderkant. Verwissel het water minimaal 1 keer per dag. Je hoeft de groenten nu ook niet meer te bedekken met een keukendoek. De plantjes zien er nu best wel geel en wit uit, maar zodra het licht krijgt, dan wordt die mooi groen. Zet de schaal nu neer bij een lichte plek. Dit is bij de meeste mensen bij de vensterbank. Draai de schaal elke dag om, zodat de kiemgroenten niet schuin groeien. De planten zijn nu al redelijk gegroeid en de schil komt er al af. Je kunt dit met je hand weghalen en om het proces te versnellen kun je even je hand heen en weer door de plant zwaaien. Tussen dag 10 en 14 zijn de kiemgroenten klaar om te oogsten. Voor het oogsten snij je de snengels aan de onderkant af.
Je hoeft natuurlijk niet alles in één keer te oogsten zoals ik hier heb gedaan. Oogst alleen maar wat je nodig hebt op dat moment. Oogst de groente wel voordat in het midden twee nieuwe blaadjes uitkomen. Want dit zijn de echte zonnebloemblaadjes en die zijn minder lekker dan de kiemblaadjes. Doordat we het in water hebben gekweekt, zijn de kiemgroenten best wel schoon. Gooi de inhoud van deze schaal nog niet weg en verzorg het nog een paar dagen, want hieruit kunnen er misschien nog een paar plantjes uitkomen. De tweede oogst zal natuurlijk veel minder zijn dan de eerste oogst. Je kunt zonnebloemkiemgroenten rauw eten. Je kunt hiervan een salade maken of op je brood zetten of aan het einde op je pasta. Omdat zonnebloemkiemgroenten wat groter zijn van formaat, kun je ze ook licht koken. Als je de zonnebloemen kort roerpakt, dan zul je zien dat de groenten een beetje wat romig worden. Het is heel raar. Ik denk dat het komt doordat het een hoger gehalte vet heeft. Het is echt een van mijn favoriete kiemgroenten.